Hallo mensen en leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe weekendvlog. Wij gaan zometeen eventjes naar het centrum kijken of we een telefoonverlenging kunnen krijgen. Want ik heb wat goed te maken met jullie, want de vorige vlog was niet helemaal goed. Mijn afsluiting kwam er niet eens in voor, want je weet dat ik in het Gronings afsluit. Dat kwam er niet eens in voor. Er zijn wat dingen fout gegaan, er zijn wat filmpjes tussenuit uitgerukt, zeg maar. En dat is gewoon zonde. En ik wil gewoon dat de vlog goed is. En zoals jullie weten, ik film met een gewoon telefooncamera van Sony Xperia. Uiteraard wil ik gewoon overstappen naar een Galaxy. Een van de nieuwste. En anders de ene nieuwste. En uiteindelijk natuurlijk ga ik voor een... ik ben mijn haar even ondertussen aan het borstelen. Uiteindelijk natuurlijk wil je natuurlijk gaan voor een vlogcamera, want dat is natuurlijk origineel en dan pas krijg jij pas echt goede beelden. Dus nogmaals, mijn excuses ervoor. Ik probeer wel altijd mijn best te doen om jullie te vermaken, om leuke beelden te krijgen en bla bla bla. En we gaan er gewoon alles aan doen. Dus ja, welkom bij weer een nieuwe weekend. Ik hoop dat die leuk gaat worden. Maar ik ga jullie meenemen en jullie zullen het zien. We zijn onderweg naar het centrum. Ja, en er is eentje aan het zingen achter mij. Van wie leer jij dat? Rachel. Oh, leer dat van Rachel. Maar we zijn dus onderweg en het is echt heerlijk weer. Echt mooie omgeving. Maar ja, dat is Stadskanaal sowieso. Nou, zoals je ziet, we zijn weer terug. En een abonnement gaat hem helaas nog niet worden. Ik kan hem nog niet verlengen. Dus ja, jullie zullen het toch met deze kwaliteit moeten doen. Want echt een budget voor een vlogcamera heb ik nog niet helaas. Ik zoek eigenlijk nog wat. Ik ligt hier niet. Nou ja, in elk geval. In elk geval ga ik wel mijn best voor jullie doen natuurlijk. Om wel zo helder mogelijk en duidelijk mogelijk beeld te krijgen. En de vlog zo leuk mogelijk te maken. Ik had het al eerder gezegd vanmorgen. Maar zo is het gewoon. Dus meer kan ik op dit moment niet doen. En anders dan moet ik uit nood maar een telefoon van Martijn lenen. Bijvoorbeeld als ik moet vloggen. Dat is dan niet anders. Dus ik hoop dat deze vlog gewoon soepel loopt. En dat er gewoon niks aan de hand is. En dat jullie gewoon lekker kunnen gaan genieten van deze beelden. Dus nou, voor de rest, wat gaan we vanmiddag nog verder doen? Niet veel bijzonders. Want de kinderen die gaan weer naar de papa. Want het is weer de weekend van de papa. En wij gaan vanavond nog even darten. Nog even een singeltoernooitje doen. Gooien, dus... ja, dat wordt weer leuk en het wordt een leuk weekend, dus ja. Blijf kijken, zou ik zeggen. Oh, deze koekjes, mensen. Die stroopwafels van de Jumbo, mini stroopwafels, die zijn zo verslavend. Niet normaal. Je moeder is stiletto hakken, nou, anders komt ze er niet bij. Maar ik vind het de bal. Wat wint? Kut wint. Koffie wint. Ja, kutje. Zo, de kindjes zijn intussen bij de papa. En ik ga zo meteen met eten aan de gang, want het is bijna etenstijd. Ik ga gewoon simpel Hollandse pot maken. Witte kool met rookworst en aardappels. Ga ik gewoon maken, gewoon een stampotje, lekker simpel, niet moeilijk doen. En misschien check ik jullie later nog. Nou, met dit shirt moet het vast en zeker wel lukken vanavond. Toch? Denken jullie niet?
Ik ben er klaar voor. Later. Oh, mensen, wij gaan zo eten. Bye bye. Ja, oh, er rent een weg. We zijn inmiddels weer thuis. En bij de McDonald's geweest natuurlijk. En dan wou ik dus vragen wie eigenlijk, wie zij eigenlijk de beste, die medewerkers zeg maar. Wie zij de beste YouTuber, beste vlogger van YouTube vinden. Maar ja, dan krijg je natuurlijk maar één antwoord, hè. Denk ik. Wat denk jij? Ik weet niet. Of denk jij van niet? Ik weet niet. Zullen ze Enzo zeggen of denk je van niet? Oh, ik denk het wel. Denk ik ook. De meesten zeggen gewoon Enzo. Maar hoe hebben we het gedaan vanavond? Nou, jij ging onderuit tegen mij met 3-0 in de halve finale. Ja, vind je het gek? Tonnetje, Tom 40. Dat kon ik niks meer tegen inbrengen, joh. Maar hoe is het verder gegaan? Ja, ik won de finale met een 2-0 achterstand. Gewoon in de finale met de 4-2. Ja, precies. Beetje lekker. Jammer als mensen denken dat ze er al zijn. Ja, nee, dat klopt. Ga je nadenken, dan lukt het niet. Nee. En daardoor ben jij met de winst er vandoor gegaan. Gefeliciteerd met de eerste plek. Hallo, Woepie. Dank je. Alsjeblieft. Dus ik heb helaas verloren in de halve finale. Maar dan had ik maar wat meer punten moeten gooien. Minstens een ton 80. Tja. En de dubbels moeten gewoon beter lopen. Gewoon in één keer uitgooien. Ja, dan ben je overal vanaf. Maar goed, het was wel gezellig buiten dat ton, toch? Zeker, zeker. Oh, wil jij nog wat kwijt aan de kijkers of zo? Nou, oké. Nou, dan zien we jullie morgen weer. Oh nee, het is inmiddels bijna 12:30. We zien jullie straks weer. Bye bye. Als Max is wel enig niet dat hij vertrekt. Ja mensen, dan is het alweer zaterdag. En dan gaan we zo meteen eventjes eten. En dan gaan we vanavond naar de bios. En dan vermeld ik straks nog wel even welke film we gaan zien. Zo mensen, klaar voor een avondje bios dacht ik zo. Let niet op de spiegel. Beetje stoffig. Kijk, dat is allemaal stof. Oh, behalve dit dan. Dus, hoe vinden jullie dit zo? Kan het ermee door of niet? Hé, waarom wordt mijn camera zo donker? Doe eens normaal. Dankjewel. Nou ja, tot later dus. Nou, we zitten alvast in de bios. Een beetje donker hier, maar dat geeft niet. Kijk maar, je ziet alleen een paar lampjes. Maar welke film gingen we nou zien? John Wick. Oké, speelt er nog een bekende in? Niet dat ik weet. Ik ken niet van de acteurs. Oké, kijk, dit is onze kaartje. Dat zie je denk ik ook niet. Wel een beetje, wel een beetje. Dus, ja. We zullen zien. Ja hoor, ik zal wel benieuwd. Mij ook, ben benieuwd. Na een relatief kort nachtje is het alweer zondag. Ik kan niet veel vertellen, want we staan een beetje op tijd. We gaan nu naar de Ducati Club Races in Assen. En ik vertel daar wel verder hoe het verder allemaal gaat en wat we verder allemaal gaan doen. Dus dat hoor je daar wel, maar we moeten nu snel heen. Tot straks. Ja, zoals jullie zien, aangekomen op de T-circuit in Assen. Frank die moet zo rijden, dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan eens heen lopen. Onze maat die even aanmoedigen. Nou, daar gaan ze zo van start. Er is iets fout gegaan. Ik denk dat jij het beter een beetje uit kan. Ik weet niet, zijn mond begon te roken. Dus ja, begon te roken zijn doek. En Duke, sorry. En hij ligt er nu uit. Dus ik ga nu even een kop koffie ophalen. En dan gaan we hem maar eens even opzoeken. Ja. Maar eens even ondervragen. Wat er nou precies aan de hand is. Ja. Dus dat horen jullie zo. Iedereen kijkt, hallo.
Nou, hier staat hij dan. Ja, dat weet hij. Hier staat hij. Ja. Waar Frankie? Ja. Dat komt zo in. Nee, maar vanaf. Zonde. Zo jammer. Ja. Waar moeten mensen wezen om jou te steunen? Waar die zo moeten zijn? Nou ja, dat kan net als kanaal bij mijn huis of gewoon op de baan. Dat is nee, natuurlijk allemaal... via Facebook. Via Facebook? Oh, Fast Frankie de 187, 187. Precies. Even liken, een berichtje sturen. Absoluut. En dan houden we contact. Want deze man verdient dat. Dankjewel, schat. Ja mensen, ik ben weer thuis zoals je ziet en ik ben echt helemaal gesloopt. Ik wil bij deze de vlog ook even afsluiten daarom. De kinderen die komen zometeen ook weer thuis, die zijn alweer onderweg. Vind je deze video leuk? Heb je deze video leuk gevonden? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer doe je hier beneden, dat is gratis. En ik check jullie elke woensdag om 3 uur weer een nieuwe vlog. En dan zeg ik bij deze tot snel, beste mooi weer en mooi.